Yes. Dennis, wat is je het meest tegengevallen vanavond? Nou, het meest tegengevallen is agressiviteit, tempo waarin we dingen deden. Dat vond ik veel te laag. En ja, dan weet je dat je tegen Ajax, die in hoog tempo spelen, in positiespel, niet in de duels komt. En dat bleek ook wel. Ja, dan hebben zij meer de bal dan wij hebben. En dan krijg je het moeilijk. Want we zien waar, goed gespeeld ineens. Begin iets voor Ajax in deze wedstrijd. Komt daar de 1-0 aan. Daar is hij. Goeie goal. 9e minuut wedstrijd. Ja, deze hing eigenlijk wel in de lucht. Omdat Ajax gewoonweg beter aan de wedstrijd begint dan PSV. Waar ligt het dan aan dat je eigenlijk pas, ik denk nou een minuut of 20 pas eigenlijk echt aan het voetballen toekomt als het al 1-0 staat? Ja, waar dat dan ligt, dat zou ik ook even terug moeten zien. Ik vond wel dat wij, in de afspraken gezegd hebben van jongens, je weet dat zij hoog druk geven. Niet alleen maar lange ballen spelen, dus explosief, snel vrijlopen op het middenveld. Zorgen dat je man extra creëert. Ja, dat lukte niet. Of daarin waren we slordig in de passing. Ja, dan kom je in de omschakeling en hebben zij het initiatief. Dit soort dingen gaat vaak fout op het middenveld. En dan is Neres weg, komt daar de 2-0 aan. Het is 2-0. Ja, je kan erop wachten. 0-2. 43e minuut wedstrijd. Neem je jezelf dan ook iets kwalijk? Het begint bij mezelf. Ik ben verantwoordelijk voor hetgeen wat er op het veld gebeurt. En dat is er vandaag niet uitgekomen. Dus we hebben ons misschien daarin wat iets overschat. Wat zijn dan de puntjes die je in de rust aanhaalt om het nog proberen enigszins op de rit te krijgen? Ja, wil je eigenlijk onder druk krijgen, dan moet je samen verdedigen. En daar hebben we de nadruk op gelegd. Wat ik de eerste helft opviel was dat de voorste wel naar voren wilde, de middenvelders wel wilden aansluiten, maar dat de laatste lijn op dat moment ook naar achter loopt. Ja, dan worden de ruimtes tussen die linies die we hebben, die worden zo groot. Dat zij daar de tijd in hebben en de ruimte in hebben om vrij te lopen. Ja, dat kan niet. En dan, nogmaals, dan loop je achter de feiten aan. Weer de vrije trap voor Ajax. Goed geschoten! En hij is binnen, Fleming. Het is 0-3. Je probeert altijd nog af te sluiten met iets positiefs. Heb je iets positiefs gezien in deze wedstrijd? Ja, ik heb gezien dat Nicolai van 30 naar 60 minuten is gegaan. Laten we daar maar bij houden.